Welkom bij het tweede seminar van de CRW Infradagen. Het teleurstellende bericht dat de sessie op Papendal vanwege corona, dat weten we allemaal, niet door kon gaan. Zijn we toch blij dat we door middel van 12 webinars, dus een digitaal invulling kunnen geven aan de CRW Infradagen. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Mark Eibersen, werkzaam bij CRW al heel veel jaren op het gebied van de wegbouwkunde. Ik ben vanochtend uw gast hier, mag de sessie openen en ik mag de chatbox in de gaten houden en de vragen daaruit destilleren zo meteen naar de sessievoorzitter. Het onderwerp van vandaag is levensduurvoorspelling van verhardingen. Er zijn voor deze sessies drie papers geschreven en Frits Stas, die is de sessievoorzitter, zal hier zo meteen verder op ingaan. Zoals gezegd, Frits is de sessievoorzitter, in het dagelijks leven werkzaam bij Heijmans als adviseur. En is ook lid van de begeleidingscommissie van de Infradagen, die deze dagen heeft georganiseerd. Ik zal de chatbox in de gaten houden. Alle vragen kunnen straks daarin gesteld worden en opmerkingen. Frits zal daar ook nog meer over gaan zeggen. Ik wil jullie een hele prettige en leerzame sessie wensen. En ik wil nu het woord geven aan Frits Stas. Frits. Deelnemers aan de webinar, welkom. Mijn naam is, zoals Mark aangegeven heeft, Frits Stas. Ik ben werkzaam bij Heijmans Infra. En in het dagelijks leven hou ik me bezig met innovaties op het gebied van asfalt en funderingen. Het wordt een interessante ochtend. We hebben inderdaad drie sprekers. En het accent van de presentaties, dat ligt op de levensduur voorspellende asfaltmodellen. Het is een hot item, een hot topic op dit moment. Levensduur voorspellende asfaltmodellen, kort LAM. Het heeft veel aandacht. En je kunt je de vraag stellen, waarom? Waarom is daar nu zoveel aandacht voor? Deze modellen die spelen een hele belangrijke rol bij asset management. Dus ik heb een beheergebied en ik wil graag een voorspelling doen over de levensduur van mijn verhardingen. Maar ook bij LCA en LCC-analyses spelen deze modellen een belangrijke rol. Als wij in staat zijn om dergelijke modellen te ontwikkelen, dan biedt het ook heel veel voordelen. Als wij goed kunnen voorspellen wat de levensduur is van asfaltverhardingen, dan kunnen we een besparing bereiken op kosten en grondstoffen. We kunnen reductie bewerkstelligen op CO2-uitstoot. En het is natuurlijk heel goed dergelijke modellen te hebben bij de ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe asfaltmengsels. Als ik de presentaties bekijk, dan speelt daar toch in de achtergrond een heel belangrijk project. Dat is het project LAM. Het project LAM maakt onderdeel van het asfaltimpuls. En asfaltimpuls is in feite een samenwerking tussen verschillende partijen, in asfalt midden Nederland, die zich richten op het verbeteren van asfalt. De reclame slogan is, we geven asfalt een impuls. En binnen dat project richten wij ons op het verbeteren van het asfalt. Dus een langere levensduur, minder kosten en minder CO2-uitstoot bij productie en verwerking. Binnen asfaltimpuls is er een groep, LAM, en die houdt zich dus bezig met het verzamelen, bij elkaar brengen van kennis en informatie en data met de trekking tot het levensduur van asfalt. En daarnaast het analyseren van die data met geavanceerde data-analyse technieken. Dat brengt me dan gelijk tot de sprekers. We hebben drie sprekers vanochtend. Dat zijn Guilia Martini van TNO, Arthur van Dommelen van Rijkswaterstaat en Greet Leegwater ook van TNO. Guilia Martini zal zich richten op de geavanceerde analyse technieken van data. En zij zal zich richten op regressiemodellen en in het bijzonder een nieuwe techniek genaamd gradient boosting. En dat is een techniek wat ervoor zorgt dat we uit de data betere en nauwkeurige modellen kunnen ontwikkelen. Arthur van Dommelen richt zich ook op de restlevensduur van asfalt, maar hij doet dat vanuit de hoek van draagkrachtmetingen. Hij heeft verzameld de data op het gebied van draagkrachtmetingen op autosnelwegen. En hij laat ons zien de procedure die hij heeft doorlopen om te komen van de data tot uiteindelijk een uitspraak over de levensduur, de restlevensduur van verschillende wegvakken.
En als laatste Greet Leegwater. Greet maakt onderdeel uit van LAM, van de groep LAM binnen Asfalt Impuls. Zij zal ook richten op de levensduurmodellen, maar zij zal laten zien wat er al bereikt is binnen LAM en wat er in de toekomst nog gaat ontwikkeld worden. Dat zijn de drie sprekers. Voordat we van start gaan, zijn er nog wat huishoudelijke mededelingen. Dat heeft te maken met de manier waarop we nu zeg maar communiceren. We zijn vanuit Papendal zijn we nu uiteindelijk terechtgekomen hier in een studio bij het COE in Ede. En er gelden een aantal spelregels. De eerste spelregels is dat voor de deelnemers geldt dat de microfoon en de camera dat die uitstaan. En op het moment dat je een vraag hebt, dan kun je die stellen. Je kunt communiceren via chat. En de chatfunctie die vind je eigenlijk rechtsonder in het beeld. En daar staat het knopje More. Als je een vraag stelt of een melding hebt, dan kun je die richten zowel aan de sprekers, maar ook aan de deelnemers. We gaan trachten in deze sessie alle vragen te beantwoorden. Maar het kan zo zijn dat er een aantal vragen onbeantwoord blijven en die gaan we dan meenemen in de terugblik op deze sessie. De sessie is eigenlijk ingedeeld in drie blokken, waarbij elke spreker grofweg 25 à 30 minuten de tijd heeft voor zijn presentatie. En vervolgens aansluitend een interval van grofweg 8, 9 minuten voor het stellen van vragen. Tot zover de huishoudelijke mededeling. Ik zal zelf de vragen die ik aangereikt krijg van de chatbeheerder, van Mark, die zal ik na de presentatie zal ik die naar voren brengen en die zullen door de sprekers worden beantwoord. Ik zou dan nu graag de eerste spreker willen uitnodigen en dat is Giulia Martini. Good morning. Can you hear me? Yes, Julia, we hear you. Yeah, thanks. I will start my presentation immediately. Sorry. Yeah, so during my presentation, we talk about the prediction of in particular of asphalt stiffness using multiple linear regression and gradient boosting. So just why we are interested in doing this. The road infrastructure is of course really important, especially in the Netherlands where the density and the traffic are really high. In particular in the Netherlands, the density and the traffic are the fifth highest worldwide. So we would like to have predictive models. And in particular, we are concerned about certain functional properties, in particular the stiffness, the resistance to permanent deformation, and the indirect tensile strength. Many empirical models, as you probably may know, already exist. However, there are some, let's say, problem. The predictive accuracy is not really high. So if you consider R squared as measure of accuracy, usually is below 0.85. R squared varies between 0 and one. The trained information usually is not transferable. So what we see is that a model is can be applied just to few sections, to few mix, asphalt mix, and usually the uncertainties in the predictions are not quantified. Machine learning regression actually is, we see nowadays that it is successfully applied in a lot of domains. And in particular, we see that gradient boosting is particularly well performing. So now, what are the research questions at the base of our presentation and our research is if gradient boosting can be used to derive a high predictive accuracy model, in particular for asphalt stiffness, and what are the most relevant explanatory variables? And also, how does this model compare with the currently commonplace multiple linear regression models that are the one that are usually used nowadays and also in practice. So I will just guide you through quickly what is gradient boosting and how it works, and then show a series of models. Jacobs and Droger's model are
models, multiple linear regression models that are used nowadays. And then I also fit multiple linear regression models with a database that it was provided by TNO, where 6 mixed designs were tested. And I also, on the same database, fit a gradient boosting model. At the end, we will compare the models, and then there are some conclusions. So for gradient boosting, is a machine learning algorithm, is a, also a regression algorithm. So we start, of course, with data. We have explanatory variables that usually are our x and our target variable that is our epsilon, that in this case is the stiffness of asphalt. Then we have a mathematical model, so a functional relationship. In gradient boosting, we have a series of decision trees that are fit. I will explain in the next slide what is a decision tree for who is not familiar with that. And then we have a goodness of fit measure, so to check what is actually our fit, how good is that. And we have a fitting strategy. So usually what is commonly used is a technique that maximizes the goodness of fit measure. So as I said, gradient boosting fits a series of decision trees. A decision tree is what you can see in this slide, is a flow chart-like structure. And usually in machine learning, binary decision trees are used. So it means that, as you see here, there are 2 splits. So at each node, there are just 2 splits. And each internal node represents a test on an explanatory variable. So in our case, if we talk about asphalt, we have at the first node, for example, a split on the density. Is the density of the mix bigger or smaller than, for example, 2,450 kilogram over cubic meter? If the answer is no, we continue on the left branch, and then we find another split. For example, what is the bitumen content? Is it bigger or smaller than 4%? And then according to the answer, we find that at the final, at the terminal node, that sometimes is called leaf of the tree, we represent a value of the response variable y, so the stiffness, what is the stiffness of the mix. So just to give you an example of how a function fit with the gradient boosting looks like, you can see here a really simple example. So I wanted to fit a model for a parabola. The red points are the one used to fit the model, and we obtain the model with gradient boosting is this step function in light blue. So each leaf represents one of these horizontal part of the step function. So this was just a short overview of how the model how the algorithm works. So on the database that it was provided to me, I tested some already existing models. For example, the Jacobs model. You can see this model is a simple multiple linear regression model where the explanatory variables are the bitumen penetration grade, the volume of the volume percentage of aggregates, bitumen, and void air void content. So I refit this model. So what I mean with refitting is just the constant that you can see in pink A, B, C, and D were refit, and then I plot my database in this graph. Maybe you're familiar with this. We have on the x-axis the measured values, and on the y-axis the predicted values. So the measured values of stiffness and the predicted values of stiffness of the model. And if there is a perfect match, that is what we actually would hope, the points would align on the black diagonal line. But you see that this is not the case, and the accuracy in R expressed as R squared is 0.55. So this is not really desirable. And I did the same thing also for another model. Droger's model is a model that was made during a master thesis at UDelft 2 years ago, also predict asphalt stiffness. And in this case, the bitumen stiffness, this is an even more simple model. Just the bitumen stiffness and the volume percentage of air void and bitumen content was used. And I did the same thing, but you can see that the accuracy is even lower. The R squared is 0.37. So that was, I was mentioning at the beginning that these empirical models usually are not widely applicable. So what I did, given that these results were not satisfactory,
I fit a new multiple linear regression model. I made multiple attempts. I tried to find the model which would approximate better and predict better the stiffness of my data. So I came up with this model where the explanatory variable are the asphalt density, the penetration grade, the filler content, and also two categorical variables, so the mixing method and the compacting method. In this case, I used a part of the database that was a quite consistent database with about 400 points for training the model, about 80%, and the rest 20% for testing to avoid overfitting. So in this case, you see that the R-squared is much higher, but we obtained that overall the R-squared is 0.79, but on the test data set, so the test data set is a part of data on which the model was not trained, so was not fit, and just 0.62. So this is much lower. It's better than the one before, but it's still not high. But so what happens when we use gradient boosting? I will show you now. So at the beginning, I used really a lot, a big number of explanatory variables. You can see on the right, there are listed all the explanatory variables. When you see the C underscore a number, that is the percentage of aggregates passing at the sieve, that's at the corresponding sieve size. But you see that in this case, the accuracy is much higher, is overperforming the previous models. We have a 0.97 accuracy overall and 0.96 on the test set. That is actually the most important value. However, this model has a kind of negative part, that is that a lot of explanatory variables were used. So it's hard if every time we need to measure, so to have all this information to be able to apply the model, this is not practical. So I tried to remove a lot of explanatory variables and consider just few of them, that the one that according to some engineering judgment were probably the most likely to have an influence on the stiffness. And the results are actually really good and quite surprising, because just consider the one that you see now, just considering the density, the bitumen content, the penetration grade, and the filler content, we obtain the same, exactly the same accuracy on the test data set. What you see on the right picture are the is the importance of the various explanatory variables. They sum up to 100, so it's kind of a normalized importance. So in this case, we see the density of the mix, the bitumen content, and the penetration grade are the most important variable in this case. And of course, also the filler, because it's more than 10%, but still the others are more relevant. I did the same procedure also for resistance to permanent deformation and indirect tensile strength. Unfortunately for fatigue, this was not possible because in the database had just two little points. And you can see so that the R squared for the gradient boosting models is always higher than the one for the multiple linear regression. Indeed, we have for the stiffness on the test, that is what is for us more important, 0.96 against 0.62. For the resistance to permanent deformation, 0.86 against 0.67. And for indirect tensile strength, 0.82 and 0.72. On the last row of the TDS table, I'm also showing how many data points I had available for each model, and this is of course really important for the fitting procedure. So this, when we want to apply any kind of machine learning model, the data set is really important, and the characteristics of the data set are also really important. Yeah, this is just what I described you now. And we can say that the gradient boosting model outperforms the multiple linear regression model in terms of predictive accuracy. And as a conclusion, we see that the gradient boosting model is better in general of the multiple linear regression model. And in this case, where for asphalt functional properties, where we don't have a strong theory or don't have a strong theory yet, the use of gradient boosting is recommended because it's a really good approximator, and we can achieve really good results. Yeah, thank you.
Of course, if you have questions, I'm available to answer. Quilia, thank you for your presentation. I was afraid that you would take more time than expected, expected 20 minutes. But looking at the clock, you've done a new record. You have done it within 20 minutes. So I'm very glad about that. Ik zou Mark willen vragen, zijn er vragen binnengekomen binnen de chatbox? En Mark zit nee te schudden. Dat betekent dus dat we geen vragen hebben op dit moment. Maar als sessievoorzitter heb ik de vrijheid om ook vragen te stellen. Quilia, I've got two questions for you. On slide 12, you are introducing two parameters. The mixing method and the compacting method. And I wonder if you could explain what do you mean with mixing and compacting method? And what kind of methods are you referring to? Yeah, so in this data set, it was really interesting. I think it's also quite unique data set because a lot of information were recorded. There were six different mix and they were tested in the lab. And so the mixing and compacting method in the lab were recorded. So, and also there was a, and then of course that were tested also once placed in the road. So a core was taken, or a slab was taken actually for stiffness, slab was taken to test the stiffness. So there was of course different method in these two cases, one in the lab when it was the compaction and the mixing and compaction in the lab, and also mixing in the lab and actually, mixing in the asphalt plant and then compaction on the road. But actually this data set was even more unique because we had also an intermediate stage where the mixing was done in the asphalt plant, but then the compaction was done in the lab. So I had a variety of mixing and compaction techniques. And also in the lab, the tools used were different. Okay, thank you for your explanation. Into account. Yeah. Het spreekwoord is zien eten doet eten. En de vragen komen nu één voor één binnen. Ik heb even tijd nodig om het van het Nederlands in het Engels om te zetten. Maar gelukkig, ze zijn, laat Mark blijken, al in het Engels. Julia, I've got another question for you from the chat box. Did you apply a correlation analysis on the variables? Sorry, I was muted. For the multiple linear regression model, I did, in order to avoid the indeed correlation. And for the gradient boosting models, of course, some variables, when, especially when you have a lot, are correlated. But that was not, let's say, the main goal was not to understand what was the influence of one variable or the other, but mainly to see if we could get high predictive accuracy. And one reason why I really thought of correlation analysis was not performed is that in the data set, there were, for example, many combinations, for example, for the mixing and compacting technique, but maybe just few samples. So yeah, it was just not possible. Okay. Another question. Is the data set used in sheets 14 and 15 the same data set? So I'm checking some questions concerning the data set. Yes, it's always the same data set. Yes, okay. Was used always the same data set for all the models that I showed. So that's a nice, short and sweet answer. I've got another question. Eventually, you have a stiffness model, which is based on four influence parameters. And I was wondering, how does this compare with the more traditional or regular models as developed by Shell? Because there I can see there were more influence parameters and it was also covering a wider range of asphalt mixes. You mean the normograph from Shell? For instance. Yeah. Well, it should be interesting to be checked with this data set. I did not check it
Now, I know I said I remember by heart, but I think that one of the influence parameter that was in the normal graph, I didn't have that I didn't have in my data set that information, so I couldn't apply, but I'm not 100% sure. So okay. It should be checked. That's a point of attention for coming research. Yeah. Another question, what is the minimal data set to be used for the machine to learn? Yeah, well, so the algorithm itself will run in any case, but there are some kind of standard procedure or recommended procedure to avoid overfitting. So now during my presentation, I didn't go too much into detail about this part. So overfitting means when there is some noise in the data and we fit a model which also kind of learn, or we fit also the noise. So this is not desirable. So to avoid this, what is usually done is that the data set is split in two groups. One is just used for training and one for the testing. So because of this, and then sometimes what is also done to be sure that you are not overfitting the model is that your training data set is furtherly divided in multiple ones. And you fit multiple models on this subset, and then you check that the accuracy is the same or very similar. So for example, for the stiffness model, what I did, what I showed to you, is that I had the 80% of the total data set used for training, but then I split it again in five groups, and every time I left one of these five groups out, and I fit, so in total, five models. So there is not really a rule for a number, but there are some checks that can be performed to see, because the important thing is that the model is not overfitting or the data. So according to the results that you obtain, you can see if this is doable or not. But it's a really hard question, I think, or at least I'm not able to answer with a precise number. I think there are rules of thumb. Yeah. Okay, thank you for your clear answer. Another question, why use density as a parameter? And why wouldn't you, for instance, use the degree of compaction as a parameter? I think that, I mean, I would say why then the degree of compaction, not the density. I mean, the density was one of the variables that I had in my database already recorded, and then that's what we use. We also had the air void, and so I think that there is kind of exchangeability when you have this air void, the degree of compaction, and density. I can and understand. Also one reason is that, we were also kind of looking carefully at what was the target density, so that's why we also used the density, so to kind of keep track of the density and target density, what was the relationship. I can understand the question, because the degree of compaction is a relative density, and it plays an important role when you are talking about quality control of asphalt pavements. Mm-hmm. And there we are not looking at the density of the asphalt itself, but the compaction degree. So I can understand this question. Yeah, but if I'm correct, the degree of compaction is kind of derived from the density and your maximum density of the mix, right? The relative density. Yes. Yeah. So, yeah, they are related. Okay. I think they wouldn't change much if you use that. Now I've got another question, but the handwriting of Mark is such that I'm wondering what's there on the paper, but I'm going to try it. What is the applicability, the toepassing, of the formula with other mixtures or situations? So he means gradient boosting, the technique that you have presented. Is it also applicable on other mixtures or situations? Yeah, so this is a very good question. So a lot depends on what you trained your model. So just to make an example, if the data set, as in this case, was fully for dense asphalt,
and we train the model for dense asphalt, and then we want to predict the stiffness, for example, of porous asphalt. I believe that the model would extremely poorly perform. So this is really important on which data set the model is trained, because otherwise, I mean, it's not anything magic. It just is a model that is fitting through some points. So you kind of have to give the algorithm the possibility to learn. And if there is no porous asphalt data in the database on which it's trained, it cannot learn about that. Okay. Well, Mark is our timekeeper and he's waving his hand to me. That means that we have to stop with answering the questions. Julia, I would like to thank you for your very clear presentation for such a difficult subject and difficult technique. And if we have time left at the end of the session, we might invite you to answer some more questions. But now we're going to the second speaker. We gaan nu eigenlijk weer naar de tweede spreker. Ik kan nu alweer in het Nederlands verder gaan. En dat is Arthur van Dommelen van Rijkswaterstaat, die ons gaat leiden naar levensduurmodellen gebaseerd op draagkrachtmetingen. Arthur, take it away. Nu is even mijn vraag of iemand mij kan horen of zien. Ik kan je horen, ik kan je niet zien. Oké. En zie je mijn presentatie? Nee. Nog een keer proberen. En nu? Nee. Oh, sorry Arthur. Oké. COE help. Oké. Gebeurt er wat? Nee, ik zag heel even Frits in beeld. Frits, kan jij technische ondersteuningshulp aanzetten? Want Arthur krijgt zichzelf niet in beeld. Je staat nog gemute. Het is wel doorgekomen bij de technische moderator. Dus die gaat nu actie ondernemen. Oké. Toegestaan. Misschien is het te overwegen gereed, als jij daarmee akkoord gaat, dat jij begint met je presentatie en dat wij de technische problemen met Arthur onderwijl proberen op te lossen. Oké, ik zal even kijken of ik... Is dat iets waar jij en Arthur mee kunnen leven? Ik kan er mee leven als iemand mij kan verslaan. Ja. Denk ik dat het goed is dat wij nu even overschakelen naar gereed. Die gaat van 3 naar 2, dus er zit stijging in. Dank je. Ja, graag gedaan. Even kijken. En Greet gaat ons dan bijpraten met betrekking tot de activiteiten van de groep LAM. Dat is niet een afkorting van ik ben sterk beschonken, maar dat is het levensduur voorspellend asfaltmodel. En ze zal niet alleen kijken naar het verleden, maar ook naar de toekomst, de activiteiten van deze groep. Oké. Ik ga nog even zeggen dat ik voor mijn gevoel niet de knop in kan drukken dat ik mijn scherm kan... Wacht even. Share. Dat ik mijn video aan kan zetten. Ik weet niet precies waarom niet. Hij doet
Dus ik kan niet op start video drukken, want dan staat er, you cannot start your video because the host has stopped it. Dus dat ligt aan deze kant. Dat lijkt. Ja. Maar even kijken, ik kan in elk geval wel mijn presentatie aanzetten. Als het goed is, komt hij nu op. Ja, ik denk dat er nu iets gebeurt. Yes. Zien jullie dit ook? Ik zit in presentatiemodus. Jullie zien niets. Oké. Gertie. Maar zou dat voldoende kunnen zijn? Nee. Dat moet je niet doen. Even kijken. Oh. Wacht even. Poging 2? Nee. Dit helpt? Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Greet, bedankt. Yes. Ik zou zeggen, ga je gang. Ja, ik hoop. Goed. Ik wil jullie wat vertellen over het werk wat we binnen het project LAM, het levensduur asfaltverspillingsmodel vanuit data en fysische modellen, aan het doen zijn. Dat is ook een paper wat ingediend is voor de infradagen. En de auteurs van dit paper waren Greet Leegmater, ik dus, Bart Luiten, een collega van mij bij TNO, Rutger Krans en Martijn Kolen. Ah, start mijn video. Kijk eens. Hops en flops. Ik ben erbij. Dat is leuk. Dus Rutger Krans en Martijn Kolen van Rijkswaterstaat. En Edwin van Os vanuit Heijmans. Dat zijn ook ik en Rutger en Edwin waren de trekkers van LAM ten tijde dat we dit paper schreven. Inmiddels is Edwin heeft een andere verantwoordelijkheid gekregen. En nu zijn wij gezegend dat Frits ons bijstaat. Dus ook Frits weet hier veel van. Even een korte introductie van de presentatie. Ik ga eerst iets vertellen over wat doen we binnen LAM. Binnen het project en waarom nu. Dan vertel ik iets over de aanpak in het project. Ik vertel iets over de data-analyses die reeds uitgevoerd zijn en tot correlaties hebben geleiden. En dan zal ik iets vertellen over dataverzameling van het onderliggend wegennet, omdat dat toch nog wel een grote uitdaging blijkt. Ik vertel iets over de modelontwikkeling waar we mee bezig zijn en sluit af met conclusies en een vooruitblik. Prima, alleen zien we nu ook al de volgende slide in beeld. Is er nog iets met de... Ik zie comments in beeld die zeggen dat het beeld niet goed is. Heel even checken. Is dat nog actueel of niet? Oké, oh nee, er is allemaal ja. Goed, ik hou op. Yes. En wat doen we in LAM? Wat we willen is een verlenging en ook een betere beheersing van de levensduur van asfaltwegen. Dus we willen het beter kunnen voorspellen en beter kunnen beheersen. Dus op het moment dat je een weg bouwt, dat je dan ook echt weet wat ben ik aan het bouwen en waarom doe ik dat. En dat allemaal terwijl we een lagere CO2-footprint realiseren. Dus dat we dit ook nog doen met nieuwe materialen en nieuwe aanlegtechnieken. Ja, dat vereist, of wij zien daar als middel voor, dat je een objectief en betrouwbaar asfaltlevensduurraamwerk hebt. Dus iets wat een voorspelling kan doen op het moment van ontwerp, maar ook tijdens de gebruik en ook tijdens de onderhoudsfase. Dus dat het je ook mogelijkheden geeft om op dat soort momenten restlevensduurvoorspellingen te doen. En wat hier ook nieuw aan zou zijn, is dat je alle relevante schademechanismen in één raamwerk bij elkaar probeert te brengen. Dus dat je niet losse berekeningen hebt voor rafeling en
scheurvorming of spoorvorming, maar dat je dat allemaal bij elkaar brengt en dat je het raamwerk laat kiezen voor iets maatgevends. Waarom willen we dit nu? Waarom is er nu hier activiteit op? We hebben het gevoel, we denken, we weten dat er de laatste jaren veel meer data beschikbaar is gekomen. Dus, onze inspectietechnieken, de output daarvan is steeds, laten we zeggen, op kleinere schaal. En we kunnen dat veel beter en gestructureerder opslaan in systemen. Waardoor het ook deelbaarder wordt en analyseerbaarder. En het idee is, wij hebben het idee dat al die data kan aan zich kan leiden tot black box modellen. Dus je snapt er niks van, je weet er niks van. Hè, zo'n model als Julia toonde, maar, of nou ja, dat is niet helemaal waar, hè, er zit wat slimmigheid achter. Maar het idee dat je een levensduurvoorspelling doet alleen maar op basis van parameters en geen fysieke modellen daarachter. Aan de andere kant biedt ook deze data de mogelijkheid om levensduurmodellen die eerder ontwikkeld zijn, waarvan we denken dat ze een relatie hebben met de echte mengselsamenstellingen en eigenschappen, om die daadwerkelijk ook te valideren. En ja, dus dat in die zin die data allerlei dingen mogelijk kan maken die tot nu toe nog niet mogelijk waren. Nou ja, ik zit hier nog samen bij, omdat het heel duidelijk is dat dit is iets wat we met die hele sector samen moeten doen. De data die ligt niet bij één partij. Ook de problemen liggen niet bij één partij. En iedereen heeft er eigenlijk belang bij op een andere manier dat dit scherper wordt. Maar dus dan moeten we ook met z'n allen bij elkaar komen. En met z'n allen die data bij elkaar brengen. En dat is wat we nu in het project proberen te doen. Ik wil nu iets vertellen over wat data-analyse binnen dit project al heeft opgeleverd. En dus deze eerste paar slides die zijn gefocust op de analyse van rafeling met de LCMS. De LCMS, het Laser Crack Measuring System, dat maakt het mogelijk om eigenlijk bijna per vierkante meter data te hebben van de performance van een wegdek en die jaar in jaar uit op elkaar te leggen. We hebben die LCMS, als het goed is, hebben we die volgens mij sinds 2011, 2012 op redelijk grote schaal operationeel. Dus dat is 8 jaar vanaf nu. En dat geeft dus best inzicht over hoe is die degradatie over de tijd. En dat maakt het dus ook mogelijk om analyses te doen en ons wegennet als een soort van living lab te gebruiken. En dus nu is eigenlijk zoveel data dat je big data analyses kan doen van wat is die performance. Een eerste analyse die daarop is gedaan is eigenlijk kijken van in hoeverre heb je nou last van lokale schade. Dus iets van hier en daar een slechte plek versus globale schade. Als je simpelweg het hebt over een percentage rafeling, dan zeg je 20% op 100 meter. Maar het maakt eigenlijk voor de rest levensduur heel veel uit of die 20% heel gelijkmatig verdeeld is of dat het lokaal extreem slechte plekken zijn. Dus daarom is het de moeite waard om eigenlijk die veel kleinschalige analyse te doen. En om een scherpere restlevensduurvoorspelling te doen. Ja, dat is gedaan met allerlei verschillende big data analyse technieken. Ik ben hier de expert niet in. Maar wat je ziet in de tabel is dat als je kijkt wat de gemiddelde nauwkeurigheid van een restlevensduurvoorspelling is, dan is die eigenlijk best laag. Dat is de rode aangegeven 34%. Terwijl als je ziet dat als je daar big data analyses op loslaat, dan krijg je een veel hogere nauwkeurigheid en dus een veel betere restlevensduurvoorspelling. Maar dat is dus één van de dingen die je kan doen als je betere performance data hebt. Iets anders wat we ook hebben gedaan, nog steeds op basis van die LCMS-metingen van rafeling op het hoofdwegennet, is kijken of we schadeontwikkeling in de praktijk kunnen klassificeren naar type. Dus de weg daar en daar,
die ontwikkelt zich heel snel, terwijl een weg I die ergens anders ligt, de schadeontwikkeling vrij traag is. Het idee is dat je op die manier verschillende ontwikkelsnelheden eigenlijk kan bepalen. En kan zeggen, als je een meting hebt op een weg, kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, hey, de schadeontwikkeling die ik nu zie, dat is typisch zoals schade type 17. En dat betekent dat we een ontwikkeling over de jaren zo en zo kunnen verwachten. Dus als je kijkt naar het onderstaande plaatje, dan kan je zien dat bijvoorbeeld de groene ontwikkelwolk, die geeft dus een snellere schade toename dan die rode ontwikkelwolk daaronder. En in het begin van de levensduur liggen ze natuurlijk allemaal een beetje op elkaar. Maar na 5 jaar kan je eigenlijk best wel goed zien, hey, die behoort tot die klasse en heeft dus een verwachte restlevensduur van zo en zo lang. En dat is natuurlijk niet heel accuraat, maar het maakt wel weer die restlevensduurvoorspelling preciezer. Wat je als wegbeheerder toch weer beter handelingsperspectief geeft over wanneer moet ik nou precies gaan onderhouden en hoe kan ik zorgen dat ik er wellicht nog een jaartje extra uitpers. En dan een laatste analyse op basis van die LCMS waar ik iets over wil vertellen is de analyse van Forst. En voor mij was dit de eerste keer dat ik het zag, een beetje een ingewikkeld plaatje. Maar als je kijkt naar het plaatje op de slide, dan zie je op de horizontale as zie je het aantal Forst-periodes. Dus het aantal periodes op basis van KNMI-data dat de temperatuur meer dan 15 minuten onder nul is geweest. En dan zie je eigenlijk als je helemaal links, als je helemaal links aan de grafiek kijkt, dan zie je dat als er heel weinig vorstperiodes zijn, dat je dan, dat de rode lijn het hoogst ligt. Wat betekent dat je de meeste wegdekken daar een langzaam schadeverloop hebben. Daarna komt de groene lijn, dus dan zijn het aantal wegdekken met een normaal schadeverloop. En er zijn dan eigenlijk weinig wegdekken die een snel schadeverloop hebben. Als je dan kijkt naar de andere kant van de grafiek, dat waar op de horizontale as 60 staat, 50, 60, dan zie je dat als er dus veel vorstwisselingen zijn, dan is ineens in de populatie zijn er heel veel wegdekken die een snel schadeverloop zijn geven. Dus dit geeft aan dat afhankelijk van het weer, afhankelijk van de weersbelasting, dat we dus daadwerkelijk een variatie krijgen in levensduur. En dat we dus ook na moeten denken in onze onderhoudsbudgetten van, oh, als we meer vorstperiodes hebben, dan kunnen we dus ook verwachten dat we daadwerkelijk meer schade gaan zien. En dat we dus ook meer zouden moeten onderhouden. En dat je wellicht ook kan zeggen van, nou ja, vanwege een vorstperiode die voor deze wegdekken in die periode heeft gespeeld, moeten we die restlevensduur gaan aanpassen. Dus dat is wat we hebben geleerd van LCMS-data. En dat zijn waardevolle inzichten. Maar wat interessant is, is dat je die waardevolle inzichten eigenlijk ook heel erg, wat ik dan zeg, at your fingertips zou willen hebben. Je zou willen weten dat je die data voor veel mensen op een soort van overzichtelijke manier beschikbaar kan maken. En dat doe je dan met zogeheten dashboards. Dus zoals hier op het plaatje staat, kan je een kaartje van Nederland plotten. En op dat kaartje kan je dan tonen wanneer moet je gaan onderhouden. Dus op het kaartje links, dan zie je dat alle rode stipjes die staan voor planjaar 0. Dus dat betekent, nou, die zouden eigenlijk dit jaar moeten worden onderhouden. En alle groene stipjes die staan voor planjaar 3 of 4. Dus nou, daar hoef je nu nog niks te doen. Maar dan moet je wel over na gaan denken dat je daar over een tijdje iets mee moet gaan doen. Dan als je rechts ziet, dan zie je eigenlijk, kan je een stipje op die weg dan aanklikken. Om te kijken van wat is er nou precies aan de hand. En dan zie je wat is de schadeontwikkeling op de rechterrijstrook en wat is de schadeontwikkeling op de linkerrijstrook.
En dan kan je dus zeggen van, nou ja, oké, ik zie dat... Ik zie dat dat gemeten is. Nou, dan verwacht ik dat we die kant op gaan bewegen. In deze grafiek zie je nu ook nog twee soort van lijntjes staan. Gestippelde lijntjes die op dit moment gewoon een linearisatie zijn van de ontwikkeling. Daar zou je eigenlijk veel betere modellen willen hebben om die lijntjes veel beter te plotten. Want je ziet nu al dat die grafieken, die gaan niet lineair lopen. We weten dat die een meer exponentieel verloop hebben. Dus het zou ook mooi zijn om daar betere, verdere lijntjes in te kunnen gaan zetten. Nou hebben jullie wellicht al gemerkt, en ik heb het misschien ook wel benadrukt, dat de data-analyse waar ik nu over vertel, dat gaat allemaal over LCMS-metingen van het hoofdwegennet. We hebben de ambitie om zeker ook data van provincies en gemeentes te verzamelen, want uiteindelijk die provincies en gemeenten die hebben veel meer kilometer weg. En daar is dus ook de winst van kostenefficiëntie die je daar kan halen, is eigenlijk veel groter als je het over Nederland uitspreekt. Dus we willen ook daadwerkelijk dienstbaar zijn aan die wegen. Om die reden hebben we tijd geïnvesteerd om data te verzamelen. Wat dan de uitdaging is, is dat ten opzichte van Rijkswaterstaat is er één beheerder die op één manier informatie inwint en op één manier die opslaat. Met één wegbeheersysteem. Dus dan is het allemaal eigenlijk één database waar je mee bezig bent. En van regionale wegbeheerders hebben we dus gevraagd om data. In eerste instantie toen we die data kregen, ontdekten we van, hey, deze data is helemaal niet gelijkvormig. Wat er in de ene dataset dit heet, heet in de andere dataset dat. Of... de kolommen die in de ene dataset zitten, die zijn in de andere dataset helemaal niet aanwezig. En daaruit kwam naar voren van, ja, we kunnen niet gewoon om data vragen. We moeten heel gericht en heel specifiek om data vragen. Toen we daar eigenlijk een tweede slag in wilden maken, realiseerden we ons dat heel veel wegbeheerders in Nederland natuurlijk de CROE-systematiek gebruikten. Dus dat is een soort van spoor waarop we lopen van, als je uitgaat van die CROE-systematiek, kan je dat helpen om de inspectiedata die je hebt meer gelijkvormig te krijgen. En in dat proces zitten we eigenlijk nu nog. Dus we hebben een dataspecialist betrokken, we hebben iemand betrokken die heel veel weet van die CROE-systematiek. En we proberen te komen tot, eigenlijk, kunnen we die data systematischer ophalen? Daar heb ik hier een schema van. En dan zie je boven in het grijs zie je de CROE-systematiek. Dat bestaat uit inspecties en een inspectiemethodiek en een beoordelingsmethodiek. En dan vervolgens hoe ga je daar in je wegbeheer mee om? En het idee is, als we nou echt kunnen de informatie uit die wegbeheersystemen kunnen halen, dus veel meer ruwe data en die kunnen gebruiken. Maar dan moeten we ook goede communicatiemiddelen maken. Hoe haal je dat op? Dus daar zitten we op dit moment eigenlijk nog middenin. We hebben wel het idee dat we daar, dat we daar meer kunnen. Maar het is ook echt nog wel een veel grotere uitdaging dan we initieel hadden verwacht om die data echt gelijkvormig te krijgen. En daarnaast zie je ook dat data die ideaal is om beheers- en budgetplannen op te maken, dat is niet ideale data om eigenlijk van te leren en je kennisniveau te verdiepen. Dat is eigenlijk, want daar was de focus niet op bij het inzamelen. Dus bepaalde, bijvoorbeeld initiële schade die heel belangrijk is om een schadeontwikkelingscurve te maken. Als je dan op een gegeven moment of initiële schade niet registreert of de ontwikkeling van het ene schadebeeld niet meer administreert als het andere schadebeeld belangrijk wordt, dan zie je dat er allemaal gaatjes vallen in die ontwikkelcurves. Dus daar zijn we echt aan het zoeken van,
hoe kunnen we nou wel gebruik maken van al die data die er opgeslagen wordt in wegbeheersystemen op een slimme manier? En kunnen we misschien ook adviezen ontwikkelen voor de toekomst, waarin je zegt van nou ja, je moet als je eigenlijk in de toekomst ook deze informatie meeneemt, dan kunnen onze wegvoorspellingssystemen veel beter worden. Dus dat is een proces waar we middenin zitten en waar we ook vast, denk ik, later dit jaar nog meer over kunnen vertellen. Een ander proces waar we middenin zitten is, hoe gaan we nou dat model ontwikkelen? Dus een flexibel model wat kijkt naar verschillende schademechanismen, wat het mogelijk maakt om allerlei verschillende input te gebruiken. Dus de data van het materiaal, de data van hoe het is aangelegd en performance data uit inspecties. De data van bepaalde proeven waarvan we nu denken dat die veel zeggen over de restlevensduur. Dus een model framework wat allerlei verschillende databronnen bij elkaar kan brengen om samen tot een restlevensduurvoorspelling te komen. Daar zijn we hard mee aan het werk en daar hebben we wat eerste stappen gezet. Op basis van een stakeholder sessie hebben we gekeken van nou, wat is nou in Nederland toch het belangrijkste schademechanisme om dan die eerste stap van die modelontwikkeling te doen. En uit die stakeholder sessie kwam naar voren, nou, voor de Nederlandse situatie is rafeling zowel voor SMA als voor open deklagen de belangrijkste. Het belangrijkste schademechanisme. En als je een model voor rafeling zou moeten maken, dan zou je zeker rekening moeten houden met als input proeven. De proeven die we hebben. Een mechanistisch model, dus iets wat zegt, als je een bepaalde belasting op dit stuk asfalt legt, dan is dit je respons en dit je kans op schadeontwikkeling. Uiteraard data van de praktijk om te valideren of je model werkt. En er zijn veel reeds geïdentificeerde empirische relaties die we ook zouden moeten gebruiken. En we hebben een mogelijkheid om die misschien in de toekomst, als onze modellen beter worden, weg te laten. Maar voor nu zouden we die zeker mee moeten nemen. We hebben met die input hebben een proof of concept gemaakt. Van een modelopzet. Hierin hebben we dus een mengselsamenstelling die je kan invoeren. Het model berekent dan mengseleigenschappen. Die mengseleigenschappen die worden belast, of eigenlijk dat mengsel wordt vervolgens belast door vermoeiing. Een vermoeiingsthreshold is weer gebaseerd op observaties gedaan in de praktijk. En op basis van die combinatie kan je een levensduurvoorspelling doen met een bepaalde spreiding. En als je bijvoorbeeld nieuwe informatie hebt, dus je hebt informatie beschikbaar over, hey, dit is de prestatie in jaar 4 of jaar 5, of je had dit als ontwerpbandbreedte, maar je hebt iets specifieks gerealiseerd waardoor je een bepaalde bandbreedte kwijtraakt en niet ongeveer een bitumenpercentage hebt tussen de 4,3 en 4,8%, maar je weet dat je 4,6% gerealiseerd hebt, dan kan je zo'n levensduurprestatie updaten. En in het beeld is een grafiek getoond van je kansen op bezwijken bij, laten we zeggen, dus dan is de blauwe lijn is de levensduurvoorspelling en de rode lijn kan dan een update zijn van die levensduurvoorspelling op het moment dat je meer informatie hebt. Wat we merken is dat eigenlijk de validatie van dit model is de belangrijkste stap. En daar merken we dat we een belangrijk deel van data missen. Op dit moment hebben we van de wegen die falen, dus van de wegen waar we een mooie ontwikkelde schadecurve hebben, hebben we eigenlijk juist heel weinig aanlegdata. Dus daar weten we heel weinig van de initiële mengselsamenstelling. We weten ook weinig van het aanlegproces. Dus je hebt een soort van een stuk van dat model en de data heb je heel. Maar een heel belangrijk stuk ontbreekt nog. En daar zijn we echt heel hard aan het werken van,
kunnen we hier nog een paar datasets vinden waar we aanlegdata hebben uit 2008, die wel echt gestructureerd is vastgelegd. Dus daar zijn we nu ook hard mee bezig. Dus conclusies en vooruitblik. De eerste conclusie is dat je met die big data en analyse kan je echt significant betere levensduurvoorspellingen maken. En dat gaat echt een bijdrage leveren in efficiënter beheer. Want het gaat je planjaarvoorspelling beter maken en op die manier zorgen dat je scherper kan onderhouden. Wat we ook geleerd hebben is dat het ontsluiten van data complex is. En we hadden eigenlijk initieel gedacht dat dat heeft iets te maken met mensen willen data niet delen, want dat is spannend. In de praktijk blijkt dat er heel veel wil is om te delen en daar zijn we heel dankbaar voor. Maar dat we echt wel nog geen uniforme taal hebben en dat het heel waardevol zou zijn om daaraan te werken. Daar wordt nu ook aan gewerkt in het nieuwe Asphalt Impuls project dataplatform. Maar het is wel echt iets wat we toch hebben moeten ontdekken met elkaar. We hebben een proof of concept gemaakt die overtuigend aantoont dat als we data hebben, dat we deze betekenisvol kunnen combineren tot een geaggregeerde levensduurvoorspelling. Maar ondanks dat er veel data is en een stuk van die validatie loopt, missen we ook echt belangrijke data. Zeker over aanleggegevens van 10, 15 jaar geleden. Dat is echt ingewikkelde data om boven tafel te krijgen. Dus ik denk dat we op dit moment vinden dat we een paar vreselijk inspirerende puzzelstukken hebben. Maar die zien er wel uit zoals op het plaatje. Hè? We hebben mooie ideeën over dingen te doen, maar we moeten die puzzel nog wel leggen. En we moeten die samen leggen. En dat gaat nog wel een klus worden. Dus ik hoop dat we met z'n allen lekker blijven puzzelen. Want het kan wel een heel voldaan gevoel geven om de puzzel af te hebben. Ik zie Frits al een tijdje in beeld lopen. Dat zegt vast iets over mijn tijd. Dus ik zal snel mijn mond houden. Nee hoor, je zit goed, Greet. Oké. Dank je. Maar dus bedankt voor jullie aandacht. Ik heb de chat niet in de gaten gehouden voor vragen. Maar ik kan me voorstellen dat ze er zijn. Dus shoot. Greet, bedankt voor je uitstekende presentatie. Enigszins wat opstartproblemen, maar daar zijn we ook overheen gekomen. En we hebben Arthur hebben we in het vooruitzicht, dus dat wordt nog heel goed. Ik heb al een aantal vragen ontvangen van Mark. De eerste vraag is eigenlijk heel concreet. Hoe worden tussentijdse reparaties gefilterd? Deze geven namelijk een vertekend beeld bij het bepalen van het schadeverloop. Ja. Ja, dat is meteen een goede vraag want dus bijvoorbeeld zeker in die data van regionale wegbeheerders zijn dat soort informatie dus echt heel moeilijk terug te vinden. Dus is daar die datafiltering is ook echt nog een ding. En ik denk ook voor elke dataset is dit een uitdaging. Het lijkt heel triviaal van, nou dan heb je een data over performance en dan krijg je mooie rechte curves. Tot nu toe hebben we gezegd van, nou ja, als we een sprong in zo'n curve zien, dus je hebt een schadeontwikkelingscurve en die gaat mooi van links naar rechts en die loopt op. En als we daar een sprong in zien die groter is dan een bepaalde onzekerheidsbandbreedte, dan zeggen we dit klopt niet. En dan gooien we die groep uit de analyse. Maar dat is best lomp. Ja, en met het verwijderen van die data, ik kan het begrijpen dat je dat doet voor het schadeverloop. Dat je zegt van ik wil een logisch schadeverloop. Mm-hmm. Het zou wel in een volgende stap interessant zijn om ook eens te kijken wat is dan de invloed van die tussentijdse reparatie. En wat gebeurt er daar na het uitvoeren van die reparatie? En hoe is dan het verloop van de levensduur? Ja, dus dat zijn hele, hele interessante dingen om te doen. En daar gaan we ook veel van leren. Ik denk ook dat die tussentijdse reparaties, de kostenefficiëntie, die wordt bepaald door wat je daarmee wint. En aan de andere kant merk je dat we er nog niet zijn. We zijn nog niet eens bij de basiscurve. Dus we zijn in die zin
dit is een uitzondering weer op die curve. En we moeten daar nog aan werken. En iedereen voelt van, daar zitten interessante dingen. Maar het is wel echt een bak met werk om de data voldoende gelijkvormig te krijgen. Om de eerste analyse te doen en dan te kijken naar de specials. Ja. Dus daar zijn we nog niet, maar interessant om daar naartoe te gaan. En dan heb ik zelf ook maar een vraagje gedicht, Greet. Och. Ja, dan ben je natuurlijk aan de beurt, hè. Ja. Je gaf aan, we kijken naar schade in ernst en omvang. We doen dat op basis van de globale visuele inspectie. En toch gaf je aan van, ja, het maakt wel degelijk een verschil of die schade geconcentreerd is aan het begin van een vak, of dat het gelijkmatig verdeeld is over een vak van 100 meter. Mm-hmm. Het roept bij mij de vraag op, is dan de globale visuele inspectie wel de juiste tool voor modelontwikkeling? Of moet je niet terugstappen naar gedetailleerde visuele inspectie? Of zou je een andere parameter moeten invoegen waarbij je zegt van, nou, dat geeft het beeld in de verdeeldheid van de schade over dat vak. Bijvoorbeeld hoge en lage dichtheid van schade. Goeie vraag, Frits. Wederom denk ik dat we hier ook nog aan het puzzelen zijn. Dus we doen een eerste analyse en dan denk je op basis van expert judgment en een beetje boerenverstand, zeg je, hé, ik ga hier naar kijken. En ik denk dat dit allemaal, laten we zeggen, dat we al die invalshoeken wel moeten, al die paden moeten aflopen, maar we zijn eigenlijk nu nog bezig gewoon de paden te schrijven en dan te zoeken of we data hebben die daadwerkelijk dat pad en die denkwijze kan volgen. Dus net het is als nog trial and error, hè, op dit moment. Ja, het is trial and error. Het is ontdekken dat wat zo triviaal bleek om te doen, dat je dan naar je dataset gaat kijken en denkt, getverderrie, dit klopt niet, of de spreiding die ik heb, die matcht niet met wat ik zoek, of ik ben, dus in die zin zijn we echt nog aan het kijken van door welk brilletje willen we nou naar ons data kijken, en wat vinden we nou belangrijk, en we merken dat we daar dus ook, dat je dus ook echt hele verschillende blikvelden hebt, of je een beheerder bent, of een wetenschapper die op zoek is naar de eerste scheur. En dat maakt heel veel uit. Dus de wetenschap staat dan best ver van een beheerder die gewoon met een beetje boerenverstand iets dichtkit. En een wetenschapper denkt dan, ja, maar wat gebeurt er dan precies en hoe heeft dat impact op dat schademechanisme? Dus daar zien we dat we ook echt nog wel, ja, met elkaar in gesprek moeten gaan over, hè, een eerste wetenschappelijke analyse. Wat zegt dan iemand, een wegbeheerder daarvan? Hoe moet je dat dan beter maken? Dus al die gesprekken moeten we nog gaan houden. Duidelijk. Geert, ja. Bedankt voor het beantwoorden van de vraag. Ik heb nog wel twee vragen voor me liggen. Maar ook opnieuw zit Mark naar mij te zwaaien. Tijd is tijd. Wij gaan terug naar Studio van Dommelen om te kijken of we nu een verbinding kunnen krijgen voor de laatste presentatie. Op het gebied van restlevensduurmodel op basis van valgewichtdeflectiemetingen. En ik kijk even naar de technische moderator. Zijn we in de lucht? We moeten nog aan een aantal knopjes draaien. Arthur, ben je daar? Ja, ik ben er. Goed zo, daar is die. Kunnen jullie mijn presentatie zien? Ja, zeker. Oké, kan ik van start? Komt het? Komt het helemaal goed, Arthur? Oké, ik ga nu van start. Ik wil iets vertellen over een methodiek. Arthur, ik heb alleen nog één verzoek. Kun jij je camera aanzetten? Hij staat dan. Maar mijn camera doet het heel vaak niet. Ik denk dat we dat nu niet moeten proberen te oplossen. Ik kan me herinneren dat je wel eens horizontaal in beeld kwam.
Dat gebeurt ook. Maar vaker gebeurt dat hij het helemaal niet doet. Nou, dan doen we het even zonder camera, gegeven de tijd. Ik zou zeggen, misschien gewoon met de presentatie. Oké, prima. Ik wil iets vertellen over een methode voor restlevensduurbepaling die Mirella en ik recent hebben ontwikkeld. Dat is een restlevensduurbepaling voor vervaardingen op netwerkniveau. De aanleiding daarvan is een breed RWS-programma vervanging en renovatie. RWS heeft een groot programma lopen om voor de infrastructuur te vervangen en te renoveren. Bruggen, tunnels, sluizen, wegen, viaducten, duikers, noem maar op. Met het doel om deze infrastructuur te verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Ja, langzamerhand loopt toch wel veel van onze infrastructuur tegen het einde van zijn technische en of functionele levensduur. Dus er is moet een flinke slag gemaakt worden. Onderdeel daarvan zijn de verhardingen. Vervanging en renovatie verhardingen heeft de volgende doelen. Wij willen vaststellen hoe groot het draagprobleem is van verhardingen op ons hoofdwegennet. Op basis van de resultaten willen wij eigenlijk het slechte weggedeelte inplannen in de meerjarenplanning van 2020 tot en met 2030. En daarbij ook het benodigde budget voor die 10 jaar bepalen. En een derde doelstelling is om toch een keer te zorgen dat draagkracht integraal wordt opgenomen in de onderhoudsplanning. Dat is nu nog steeds niet zo. Wat we doen is maken een onderhoudsplanning op basis van oppervlakteschadekenmerken. En als wij daar een planjaar uit krijgen, gaan we tegen dat planjaar is draagkrachtonderzoek doen. Dat is niet optimaal. En zeker als dat draagkrachtonderzoek er een keer niet van kan, dan zijn we zo weer 17 jaar verder. Dit zijn de doelen. Voor deze analyse hebben we... ik probeer even het record van Geet te breken. We hebben een aantal gegevens verzameld. We hebben draagkrachtmetingen verzameld uit recente verhardingsonderzoeken. We doen sinds een aantal jaren voor alle grote onderhoud verhardingsonderzoeken. Daar hebben we veel data uitgehaald. Die data hebben we ongeveer tot met 2018 gebruikt. Dat zijn echt metingen op projectniveau. Die zijn gedetailleerd. Metingen in rijsporen, metingen tussen de rijsporen, oorkerninformatie, noem maar op. Gemeten asfalttemperaturen. Maar daarmee konden we lang geen dekkend beeld krijgen. Dus we hebben ook een metcampagne uitgevoerd. 2018-2019. Hebben we een paar duizend kilometer gemeten. Maar dan netwerkniveau, alleen rechte sporen. Asfalttemperaturen zijn niet gemeten, zijn geschat. In 2020 doen we nog een aanvullende meetcampagne, want we komen nog een 700 kilometer tekort. Die hebben we nog niet, dus die gegevens zitten ook nog niet in deze bijdrage. Naast draagkrachtgegevens hebben we ook verkeersgegevens gebruikt. Die halen we uit landelijke modelsystemen. Inweva, LMS, NRM, ik zal ze straks nog een keer noemen. Wat we niet hebben gedaan is constructieinformatie meenemen op netwerkniveau. Dat is een groot probleem. De beschikbaarheid is beperkt. De databases zijn vaak gedeeltelijk gevuld. De toegankelijkheid is vaak slecht. We hebben veel boorstaten uit toezichtsonderzoeken in PDF-formaat, ik noem maar wat. Het is ook lastig om ze in het kader van dit project alsnog in te winnen. Dus we hebben geen constructieve informatie meegenomen in deze analyses. We hebben een geautomatiseerde uitwerking ontwikkeld. Die bestaat eigenlijk uit een aantal vrij simpele stappen. We hebben een hele bak deflectiemetingen van heel het land. Die gaan om één grote database. Die sorteren we op weg, baan, strook en kilometrering. Vervolgens maken we daar automatische wegvakken in aan. Zeg maar waar een wegnummer verandert, hebben we duidelijk een andere weg. Maar ook als de baan verandert of de strook verandert, maken we een knip. En wat we ook doen, is een knip maken als er een sprong in kilometrering is. Als die groter is dan een paar honderd meter, dan is het waarschijnlijk dat daar een toer van afrit zit. En daar kan dus ook een knip in de verkeersintensiteit zitten. Dus daar maken we ook standaard een knip. En dat geeft ons wat we noemen wegvakken. Niet te verwarren met subvakken, waar ik het later over ga hebben. De volgende stap is dat we per wegvak uitschieters in de deflecties gaan identificeren en apart zetten. Daar zal ik ook iets meer over vertellen. Dat gaat automatisch. Dat is nieuw. En wat we ook vervolgens doen is per wegvak significante subvakken zoeken. Ook dat is nieuw om dat automatisch te doen. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan.
Als we dat gedaan hebben, krijgen we subvakken. En daarvan gaan we gemiddelde, wat we noemen IDK 600, berekenen. Dat is een deflectieindex. Eigenlijk is het niks anders dan het verschil tussen de deflectie in het hart van de voetplaat bij de meting en de deflectie op 60 centimeter afstand. Die middelen bij die waarde per subvak en vervolgens zetten we het uitbuiters terug in die subvakken. Die hebben dus in de subvakken afwijkende IDK 600. En vervolgens gaan we per meetpunt een planperiode voor de draagkracht berekenen met intervallen van 5 jaar. En daar hebben we ook een modelletje voor ontwikkeld. Het zoeken van uitbuiters. Er is een standaard statistische test voor een veelgebruikte statistische test voor het zoeken van uitbuiters, de Krups test. Wat we doen per wegvak is elk punt bekijken. En we bekijken elk punt ten opzichte van 10 omliggende punten. Op basis daarvan breek je een Krups test statistiek, waar je punt meer gemiddelde gedeelde standaardafwijking. Nou, als die groter is dan de toetswaarde volgens de Krups-test, dan zeggen we dat is een uitbuiter. Dat is soms even wat lastig, hè? Dus als je aan het begin van het vak zit, je eerste punt kun je niet ten opzichte van 5 punten ervoor en daarna bekijken. Dus dat bekijken we dan ten opzichte van de 10 aansluitende punten. Als je in het derde punt zit, heb je 2 voorgaande punten. Dus dan doen we 8 aansluitende punten. Als een vak kleiner is dan 10 punten, kijken we elk punt ten opzichte van het hele vak. Alle uitbuiters die we zo vinden, die markeren we. En als we door het hele bestand heen zijn, dan zetten we alle uitbuiters apart. En dan lopen we er nog een keer heen om te kijken of er dan nog uitbuiters worden gevonden. Wat kan. En dan gaan we mee door tot er geen uitbuiters meer worden gevonden. Die staan dus allemaal apart als we dit gedaan hebben. Vervolgens gaan we in de wegvakken zonder uitbuiters, subvakken aanmaken. Daarvoor gebruiken we eigenlijk dezelfde statistische toets die ook in het programma CARE zit. Waar velen van jullie ondertussen wel bekend mee zullen zijn. Die toets is eigenlijk bedoeld, zeg maar, een omgekeerde toepassing. Ik heb een mogelijke vakscheiding gevonden. Ik ga kijken of die significant is. We hebben dat voor dit project omgedraaid. We kijken eigenlijk elke mogelijke vaksplitsing in een vak. Dus tussen elke aansluitende 2 puntjes. En we breken naar daar de waarschijnlijkheid, significantie, dat zeg maar, die splitsing significant is. En vervolgens kiezen we in dat vak de scheiding met de hoogste significantie, als die significantie groter is dan 35%. En dan hebben we eigenlijk een vak opgesplitst in 2 vakken. En dat doen we eigenlijk steeds opnieuw binnen de ontstaande subvakken. Tot er geen nieuwe subvakken meer ontstaan. En daarmee hebben we uiteindelijk een serie subvakken gemaakt. Daar moet een tweede slag overheen. Want het kan heel goed zijn als wij een wegvak opdelen in 2 subvakken. En vervolgens blijkt de tweede subvak toch weer verder opgesplitst kunnen worden. Significant. Dat dan die eerste vakscheiding niet meer significant is. Omdat bijvoorbeeld dat tweede subvak, de eerste helft van de tweede subvak, laat ik het zo zeggen, nu te weinig meetpunten overhoudt. Daarvoor gaan we er nog een keer doorheen. We hebben al die subvakgrenzen. Daarvan berekenen we opnieuw hoe significant ze zijn. En als we er eentje in vinden, of meer, die niet meer 95% significant zijn, dan ruimen wij de subvakgrens op met de laagste significantie. En dat herhalen we tot er geen subvakgrenzen meer zijn met een significantie kleiner dan 95%. En uiteindelijk houden we dus een wegvak met een aantal subvakgrenzen over die allemaal 95% significant zijn. Dit is het resultaat. Ik weet niet of jullie ook mijn muis kunnen zien als ik mijn scherm doe. Eigenlijk zijn er 2 grafieken in 1. De onderste grafiek geeft nou, je kunt zeggen de deflectiemetingen zelf. Dit is een klein stukje uit het gigantische bestand. Dus nog geen 500 meetpunten. We zijn meestal bezig met 65.000 meetpunten of zo. Maar dan zie je alleen maar zwarte vlek. Daar zie je ook de blauwe vakgrenzen in. Dat zijn vakgrenzen die gewoon ja, eigenlijk ontstaan omdat het
verschillende banen zijn of verschillende stroken zijn of dat er grote knippen in de kilometering zitten. Als wij de uitbijters eruit hebben gehaald en het zwartvlak hebben aangemaakt, dan krijg je de bovenste grafiek. En daarin zie je dat er een aantal zwarte lijntjes zijn bijgekomen. Dat zijn de subvakgrenzen. Dan zie je dus ook per subvak een min of meer gemiddelde waarde. En de uitbijters die zijn daar weer ingetekend. Dat geeft dan toch weer piekjes in deze grafiek. En in feite zijn dit, wat je ziet in de bovenste grafiek, de deflectiewaarden waarmee we de restleverturen berekenen. De verkeersbelastingen, hoe hebben we dat gedaan? We zijn uitgegaan van de volgende eenvoudige formule. We rekenen alle verkeersgegevens om bij standaard aslasten per dag. En dat doen we door een vrachtwagenintensiteit met een vrachtwagenschadefactor te vermenigvuldigen. We hebben er twee. We hebben vrachtwagenintensiteiten voor zeg maar middellange vrachtwagens van 5,6 tot 12,2 meter. En we hebben intensiteit L3, dat zijn de vrachtwagens langer dan 12,2 meter. Voor die intensiteit 2 hebben we een vrachtwagenschadefactor. En voor die intensiteit L3 hebben we een vrachtwagenschadefactor. En die hebben we gebaseerd op een analyse van WE Motion resultaten over 2015. Op dat moment waren er nog relatief veel WE Motion punten in bedrijf. En we hebben veel data van geanalyseerd en daar een vrachtwagenschadefactor voor klas L2 en L3 uitgehaald. Uiteindelijk geeft dat dus ons per meetpunt zelfs een aantal standaard aslasten per dag. Wat we ook doen, is groei meenemen. We hebben een gemiddelde jaarlijkse groei afgeleid uit modelsystemen. En deze afkortingen staan voor het landelijke modelsysteem en het nieuwe regionaal model. Dat zijn prognosemodellen voor de ontwikkeling. Onder meer de economie in Nederland en daarmee ook van de transportontwikkeling, laat ik het zo zeggen. Deflecties, die IDK-waarden en die verkeersbelasting moeten in een model. We hebben een model ontwikkeld wat vergelijkbaar is met een bestaand model. Het CRW structurele waardeparameter model, velen van jullie waarschijnlijk nog bekend. Dat stamt ergens uit de jaren 90. Het heeft een input van een IDK-waarde, een deflectiekromming en een vrachtwagenintensiteit. Wij hebben hier een standaard aslast, maar in principe vergelijkbaar. Alleen dit model dat gaf eigenlijk kwalitatieve grenzen, voldoende, kritisch en onvoldoende. En wij willen echt restlevensleven klasse hebben, dus we hebben dat wat anders gedaan. En wij hebben dit model ontwikkeld, meer kwalitatief, restlevensleven klasse van 5 jaar. Om dit te ontwikkelen hebben we voor een aantal representatieve constructies hebben we de restlevensduren berekend. Daarbij hebben we als criterium genomen zeg maar, de reductie in asfaltstijfheid. Die is, hebben we als criterium gesteld voor de mate van vermoeiing van de constructie, laat ik het zo zeggen. En dat is een benadering die ook in de nieuwe restlevensduurmethodiek zal worden ingebouwd in het CRW ontwerpprogramma OIA 2. Dus daar anticiperen we ook op. Die berekeningen geven ons eigenlijk krommen voor de diverse restlevensduren. Van de krommingsindex tegen versus het aantal standaard aslasten per dag. En dat geeft ons ook via restlevensduurklassen. Wat we doen met dit model is een gemeten IDK-waarde per meetpunt langs de verticale as uitzetten. Langs de horizontale as zetten we het aantal standaard aslasten per dag uit. Uit die diverse modelsystemen en WE Motion data. Dat geeft ons een punt. En vervolgens kijken wij tussen welke twee lijntjes dat punt terechtkomt. Daarbij moeten we nog wel een beetje rekening houden met de groei van de verkeersbelasting. Dit zijn de standaard aslasten zeg maar, op het moment van meting zeg maar, per dag. Die corrigeren we wel voor een bepaalde groeifactor, afhankelijk van naar welke restlevensduurlijn we kijken. Daar ga ik nu niet in detail op in. Het geeft ons uiteindelijk dit resultaat.
plaatjes zijn niet optimaal, helaas. Maar in de linkerkant zie je op basis van alle beschikbare punten die we hadden een overzicht van de restlevensuren. De groene zijn de restlevensuren van meer dan 20 jaar. De rode zijn restlevensuren eigenlijk kleiner dan nul. Eigenlijk zegt het model dan, dit is eigenlijk al einde oefening over het land. We hebben daar ook een plaatje van gemaakt zonder de klasse groter dan 20. Want het probleem bij deze weergave is, een enkel puntje, enkel meetpunt staat ongeveer voor 50 meter. Maar een zichtbaar punt op de kaart is zo gauw een paar honderd meter of een paar kilometer lang. Dus het is heel moeilijk om in die individuele punten te zien. Die groene punten die maskeren heel veel andere punten. Dus als we die nou uitlaten, krijgen we het rechte plaatje. En daar zie je dus de gedeelten of de meetpunten met meer beperkte restlevensuren. Je ziet ook dat toch wel een beetje naar verwachting structurele restlevensuren zijn overwegend. Meer dan 85%, 85% is 20 jaar of langer. En het aantal wat echt einde oefening zou zijn volgens dit model, dat blijft een netwerkmodel natuurlijk, dat is 2%. Dit is uiteindelijk het resultaat van de analyses, dan wil ik het hierbij laten. En dan hoop ik dat ik Geet heb kunnen verslaan. Nee, Geet, jullie hebben kunnen verslaan. En ja, dan ben ik benieuwd of er vragen zijn. Arthur, het is helemaal goed gegaan, binnen de tijd. En we gaan in ieder geval dank voor je presentatie. Het was duidelijk. Het handje wat nu in beeld komt is die van Mark. En de eerste vraag is ook alweer binnen. De vraag is als volgt. De uitbijters worden eruit gefilterd. Kunnen deze uitbijters ook apart? Worden deze uitbijters ook apart uitgewerkt? Dus ik snap de vraag. Je hebt een aantal uitbijters. En wat doe je daar verder mee? Nog nader uitgewerkt? Ja of de nee? Ja, kun je me verstaan, Frits? Ja, helemaal goed. Oké, dan ben ik niet duidelijk geweest. Ik wilde dat zeggen. In feite, zeg maar, we zetten die uitbijters terug tussen alle meetpunten, zeg maar, homogene meetpunten in een vak. Maar alle meetpunten worden toch weer afzonderlijk uitgerekend. Dat betekent als een vak is met 100 meetpunten, met eigenlijk hetzelfde indicaties, 601 uitbijt, dan hebben we 101 uitkomsten, waarvan die ene inderdaad nog steeds de waarde voor die uitbijters is. Dus ook in dat laatste plaatje wat ik zie, zijn veel van die stipjes, rode stipjes, uitbijters. Dus inderdaad, die worden apart uitgewerkt. En ga je dan zover dat je ook gaat kijken naar de oorzaak van die uitbijters? Niet op dit niveau. Nee? Want dat zijn er toch te veel. Het is wel iets wat we later nog een keer kunnen doen. Dat zal dan toch selectief moeten gebeuren. Want het is maar 2%, maar we hebben 2% van 65.000 meetpunten of zo. Dus dat is toch best wel veel. Natuurlijk, wat lastig om daar te gaan kijken. Ja. Arthur, nog een vraag. Je hebt laten zien hoe de procedure werkt, hoe je met de data omgaat. Je hebt twee procedures aangegeven waarbij je gaat kijken van hoe kan ik homogene subvakken creëren en hoe kan ik uitbijters dan elimineren. De metingen worden verricht met een valgewicht. En we weten in de praktijk dat het COW, die organiseert regelmatig vergelijkende onderzoeken met de valgewichten. Die worden dan ook gekalibreerd en vervolgens gecertificeerd. Hoe ga je nou om met een valgewicht wat stelselmatig afwijkende metingen produceert? En hoe heb je in jouw procedure een mechanisme om dat soort metingen verder niet mee te nemen in jouw analyse? Nou, dat zit aan de voorkant. Wij werken alleen met gecertificeerde valgewichtenmetingen, apparatuur, dus, laten wij toe. En die gecertificeerde apparatuur is ook gecalibreerd naar het gemiddelde van de certificatiesessie die dan is gedaan. Ja. Op basis daarvan hebben wij vertrouwen dat de afwijkingen in de reflecties minder dan 2% zijn. Dus dat is het uitgangspunt. Wij doen daar verder dus geen check op. Nee. Maar met name als je gaat kijken naar deflectiemetingen die in het verleden zijn uitgevoerd, dan zou je nog wel eens tegenaan kunnen lopen. Ja, dat klopt. Wij hebben geen oudere deflectiemetingen erin zitten dan 2012. Ja. Naar mijn idee waren alle hoogvogelmetingen toen al lang gecertificeerd. Duidelijk. Komt een volgende vraag binnen.
Wat is de impact op de voorspelling als de verkeersbelasting niet toeneemt? Niet zo groot. Het is, over het algemeen is de verwachting is dat de verkeersbelasting zeg maar, de komende jaren ongeveer 2% gaat toenemen. Dat is niet veel, 1,2 per jaar dan. Als die verkeersbelasting niet toeneemt, dan ja, het is heel makkelijk te berekenen. Maar wij verwachten dat weinig punten eigenlijk daardoor om zullen klappen. Ja. Exercitie kunnen we vrij makkelijk doen, maar uiteindelijk, je kunt het zien, de lijntjes lopen wel af met het verkeer. Dus er zullen wel een kleine verschuiving optreden, maar het zal niet dramatisch zijn. Duidelijk. Laatste vraag. Het model wat je hebt gebruikt, dat is deels ontleend aan SharpNL. Alleen je hebt het toch wat verbeterd. Doordat je zegt, van ik richt me echt op restlevensduur in jaren. Maar ik ga er even vanuit dat dit geldt voor ongebonden en lichtgebonden funderingen. Dat betekent dus als ik een constructie heb met een cementgebonden fundering, dan zul je wellicht een ander model moeten hanteren. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat is een heel terechte opmerking. Wij zien dat zeker als een beperking van deze aanpak. We zouden eigenlijk het liefst met meerdere modellen werken, voor meerdere constructievarianten. Maar dan moeten we ook zeg maar, de mogelijkheid hebben om vast te stellen in situ van welke constructievarianten er ligt. En dat is informatie zeg maar, die we nu nog niet makkelijk toegankelijk hebben. Daar wordt wel aan alle kanten aan gewerkt. We zijn bijvoorbeeld bezig, ik noem maar wat voorstelt uit verhoudingsonderzoek om te zetten naar databases. Maar dat was voor deze analyse niet mogelijk. Dus het is zeker zo dat alles wat hier rood kleurt, dat we daar nog eens een keer goed naar moeten gaan kijken. Is er echt wat aan de hand? Of is het gewoon een oude ijzermengsel wat op zich veel deflectie geeft, maar eigenlijk hartstikke goede vermoeiingseigenschappen geeft? Het kan ook andersom zijn. Je hebt lage deflectie, maar het kan toch een cement weg zijn die er eigenlijk vrij slecht bij ligt. Dat is een beperking van deze methode. Dus het blijft iets wat je vooral op netwerkniveau moet toepassen. Arthur, duidelijk. Bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Ik kijk met één oog op de klok. Het is bijna 12:00, misschien al 12:00 geweest. We gaan naar een afronding toe. Ik wil beginnen met toch even in te gaan op wat we gezien hebben. We hebben 3 presentaties gezien en als ik het op me laat inwerken, dan zeg ik, we staan op de vooravond van grote stappen. Big data om de performance van onze asfalt te kunnen voorspellen. Maar, en dat proef ik bij alle 3 de sprekers, het begin is er, maar we moeten het verder nog gaan ontwikkelen. En ook de praktische toepasbaarheid is een punt van aandacht. Bij de eerste spreker, bij Guilia, kwam dat naar voren in de verdichtingsgraad, maar ook in het onderwerp mixing en compaction method. Ik vond Greet heel duidelijk, die zei van we zijn begonnen, maar we moeten opletten dat er een goede koppeling is tussen de wetenschap enerzijds en de beheerder anderzijds. En ik denk dat we bij het ontwikkelen van de modellen daar zeker rekening mee moeten houden. Ik wil graag een aantal organisaties en mensen bedanken. Ik begin met het COE in het algemeen voor het organiseren van deze webinars. En dan komt er even een persoonlijke noot. Ik denk dat de coronacrisis die heeft ervoor gezorgd dat wij niet de COE-infradagen kunnen verzorgen vanuit Papendal. Dat we elkaar ook fysiek kunnen ontmoeten. Er is een alternatief ontstaan in de vorm van de webinars. Vanuit de zijlijn is het heel makkelijk om daar kritiek op te hebben of daar kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Maar ik denk toch dat het COE dit goed heeft opgepakt en dat ze toch in staat zijn geweest om in een korte tijd dit te organiseren. Dus daar gaat zeker mijn dank persoonlijk naar uit. Ik wil mijn chatbeheerder bedanken, Mark. Die steekt 1 hand op. Dat is niet dat de tijd voorbij is, maar dat hij mij daar ook voor bedankt. Ik kijk naar onze technische moderator. Ook jij bedankt. Ik wil de sprekers bedanken. Er gaat toch behoorlijk wat voorbereiding aan vooraf voordat je dit kan organiseren. En we hebben regelmatig contact gehad van hoe gaat deze sessie eruit zien. Zij moesten ook op korte termijn schakelen en hebben ze uitstekend gedaan. Nog wat laatste mededelingen.
U kunt uw mening geven over het verloop en de inhoud van deze webinar op basis van een enquête. En die enquête zal door het COW per e-mail naar u toe worden gestuurd. Reclameblokje. De volgende webinar, dat is overmorgen, dus 3 september. En dat gaat dan in op de regelgeving met betrekking tot asfalt. En dat heet De Weg van Asfalt in de RNW. Daarnaast, bij de inleiding heb ik al aangegeven dat ja, er is een groep LAM. En die acteert onder een paraplu van asfaltimpuls. En op 9 september is er een webinar asfaltimpuls. En daar kunt u aan deelnemen. U kunt zich daarvoor opgeven via de website van het COW. En let op, deze is gratis. Als laatste opmerking. De webinar is nu bijna gereed. Maar het kan best wel zijn dat u toch nog behoefte heeft om te discussiëren over een bepaald onderwerp. Of dat u een auteur, een spreker wilt benaderen. Dat kan via de COW Infradagen Community. En dat is onderdeel van de community innovatie in de infra. Daar vindt u terug, en daar heeft u ook toegang nu, omdat u zich heeft opgegeven voor deze webinar. U vindt daar terug de presentaties, de samenvatting van de papers, de contactgegevens van de auteurs. En als laatste, u kunt ook in contact treden met andere deelnemers aan deze betreffende webinar. En heeft u de mogelijkheid om nog in discussie te gaan of een aantal zaken nog met elkaar af te kaarten. Wat mij betreft, ik laat het hierbij. Ik wens u nog een goede middag. Ik dank u voor uw aandacht. En hopelijk zien we elkaar terug op de COW Infradagen 2022. Dank u wel.